Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto veel wolken boven ons land. Het is dan ook een grijze dag met vanochtend veel bewolking en van tijd tot tijd neerslag. In de Limburgse heuvels kan vanochtend wat lichte natte sneeuw vallen. Verder valt er vooral in het noordwesten en in het zuidoosten van tijd tot tijd een neerslag. En loopt de temperatuur vandaag op naar 5 graden in Limburg tot 10 in het noordwesten van het land. En daarbij staat een matige noordoostelijke wind. Op de Wadden staat soms windkracht 6. Ook vanavond is het vaak bewolkt met van tijd tot tijd regen. De temperatuur ligt dan tussen de 4 en 7 graden. En morgen hebben we opnieuw met veel wolken te maken. En er trekt ook een nieuwe zone met neerslag vanuit het oosten over ons land. Het is bewolkt en vaak nat en de temperatuur komt uit tussen de 7 en de 11 graden. En de wind blijft matig vanuit het noordoosten waaien. Vrijdag en zaterdag verandert er niet veel. Het blijft vaak grijs en regenachtig bij een temperatuur in de middag tussen de 9 en de 11 graden. Vanaf zondag breekt een periode met droog weer aan. De zon krijgt meer ruimte en het kwik gaat iets omhoog naar 12 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.